puur afstand. Ik ben 23 jaar. Naast mijn studie commercial management ben ik werkzaam in de horeca. Ik heb ook wat leidinggevende dingen gedaan. Zowel in de horeca als in de recreatiebranche. Als in bij de sportvereniging. En ik zou graag bij de dag van het MKB deze eigenschappen, de kwaliteiten willen uitbreiden. Als ik denk aan de dag van het MKB en eigenschappen die een pre zijn op die dag om een succes te maken, dan denk ik onder andere aan de creatief. Ik denk dat ik een creatief persoon ben, zowel op mijn werk als privé sfeer als bij de studie. Ik ben eigenlijk altijd bezig met nadenken van hoe kan het anders, hoe kan het beter. In de pocket. Oh, productief. Natuurlijk heb je niks aan al die creativiteit als je er niks mee doet. Ik denk ook wel dat ik altijd een idee heb dat ik niet zomaar dat voor me houd, maar dat ik er ook mee iets probeer mee te doen. Positiviteit, positief komt er dan ook bij. Niet alleen met zaken, ook naar personen toe. Ik denk niet dat ik iemand ben die gewoon op mensen heen loopt, maar als ik een idee heb, ga ik mee naar mensen toe. Dus ik stap erbij. Helikopterview. Je kan nog zoveel goede ideeën hebben, moet je toch uiteindelijk in geheel een overzicht hebben. Hoofdzaken, bijzaken, moet elkaar onderscheiden. Ik denk dat dat wel een van de dingen is die je kan. Daarbij komt ook flexibiliteit. Je komt op jou, maar ook naar personen toe. Flexibel aanpassen aan de situatie. Pak meteen aanpassingsvermogen daarbij. Dat is ook aanpassingsvermogen naar het soort persoon. Studenten, docenten, bij mijn werk in horeca, verschillende leeftijden, links, rechts, van alles. Ik heb denk ik heel mooi heel erg geleerd om met verschillende personen anders om te gaan. In de pocket. Inlevingsvermogen, ook dat komt daarbij, bij kijken. Ook heel belangrijk is denk ik, bijvoorbeeld in de studie, in de groep waar je zit, iedere persoon is anders. Iedere persoon moet je anders mee omgaan. Op het moment dat jij een beetje weet hoe iemand is, kan je inleven in zijn situatie. En kan je op die manier met het hele omgaan om er het beste uit te halen. Motiveren is dan ook mogelijk. Op het moment dat je weet hoe iemand is, hoe iemand zich gedraagt, kan je diegene motiveren. Kan je daarmee ook je hele klas of de hele groep motiveren. Daarmee ben ik denk ik ook een teamspeler. Ik vind het leuk met een team te werken. Ik denk dat ik ook in een team iemand ben die het team aan kan sturen. Leiding kan geven. Leiding geven op een manier waar ik wel terug ga naar mijn vorige kaartjes. Doe het meteen bij. Dat ik op een manier leiding kan geven dat ik toch met die groep ben en niet erboven sta. Ik denk dat als student belangrijk is dat je niet meteen van bovenaf je woordje wil doen en je op wil dringen. Als laatste, om mondje gevallen. Ja. Die ben ik niet. Dank u wel. Okay. Dank u wel.